Goeiedag. In een groot deel van het land is het redelijk rustig weer. Er waren zelfs flinke opklaringen vanochtend. Nu is er wat meer bewolking. En in een ander deel van het land, en dat is dan met name in de kustgebieden en in het uiterste noorden, daar vallen toch wel een aantal stevige buien. Hier kunnen we dat mooi zien. Die buien die komen vanaf de Noordzee binnenschuiven. En zodra ze wat meer het land optrekken, dan verliezen ze eigenlijk wel hun intensiteit. En uiteindelijk lossen ze op. Maar in de kustprovincies, daar vallen toch wel een aantal buien. Met name ook in Noord-Holland is dat het geval. En op de Wadden. En ja, de komende middag komt daar heel weinig verandering in. En ook morgen hebben we met dit weerbeeld te maken. We zien ook in het weermodel die buien heel duidelijk zo'n beetje boven de Noordzee liggen. En als ze landinwaarts trekken, dan verdwijnen ze grotendeels. Vannacht is het ook op de meeste plaatsen gewoon droog, met uitzondering van de kustgebieden. En morgen, nou misschien dat ze dan net even iets verder het land in kunnen gaan trekken, waardoor de kans op een bui ook landinwaarts wat groter gaat worden. Deze middag is het redelijk rustig weer, zoals gezegd. Temperaturen zo rond de 6 graden over het algemeen. Met in het noorden en in de kustgebieden die buien. Er staat niet zoveel wind meer. Zwak tot matig is de wind uit het westen of noordwesten. Vannacht dan kan het in het binnenland wel af en toe goed opklaren. De temperatuur gaat dalen tot plus 1, maar misschien lokaal toch ook wel een graadje vorst hoor. Ik sluit dat niet helemaal uit. En wat de buien betreft, die zien we dan alleen nog terug in de kustgebieden. En morgen overdag, nou misschien dat dan een enkele bui weer wat verder in het land kan gaan trekken. Het is ook zo dat de bovenlucht wat kouder wordt. Dus misschien gaan we wel wat vlokjes natte sneeuw zien. Dat is zeker niet uitgesloten. En 's middags is het opnieuw zo rond de 6 graden. Kijken we dan even verder. Nou, nog steeds heel weinig verandering in het weerbeeld. De wind gaat geleidelijk kan wel draaien, maar dat wil in dit geval niet zeggen dat het kouder wordt. Vrijdag bijvoorbeeld temperaturen rond de 2 graden. En in het weekeinde wordt het ook niet veel warmer dan 2 graden boven het vriespunt. Heel lokaal valt er een bui, mogelijk ook met natte sneeuw. En begin volgende week lijkt het zelfs nog wat kouder te worden. Nog een fijne dag.